De MRA, de metropoolregio Amsterdam, is de plek in Nederland waar de economie het hardst groeit. Terwijl op het gebied van welzijn, hoe gaat het met de mensen, we ver onder het gemiddelde in Nederland scoren. Ja, het lijkt er wel eens op dat we zo druk bezig zijn met groeien dat er helemaal geen tijd meer is om te delen. Dat we aan de ene kant economische groei doormaken, eigenlijk doorlopend. Maar dat we eigenlijk al jaren zien dat die ongelijkheid toeneemt. Kijk, de fundamentele vraag is welvaart voor wie? Economische groei voor wie? Het is natuurlijk belachelijk dat de kloof tussen rijk en arm alleen maar groter wordt. Ja. En we zijn overal pleisters aan het plakken en we verzinnen steeds weer een nieuw termpje van nu is het energiearmoede. Het gaat niet over energiearmoede, het gaat over armoede. Het kan uiteindelijk iedereen overkomen en daar hoef je niet dom voor te zijn of daar hoef je niet de schuldige voor te zijn. Het overkomt. Wat we hier missen is balans. Is gewoon balans. Er is geen balans. Juist die de overheid het hardste nodig hebben, die laten wij in de steek. En het gaat dus niet alleen over de brede welvaart en de welzijn, maar het gaat dus ook over de planeet. Hoe maken we dat deze planeet over 100 jaar nog bestaat? Het gaat ook over tegelijkertijd de milieucrisis aanpakken. Ja. Het gaat ook over tegelijkertijd een leefbare stad creëren. Het gaat ook over eenzaamheid aanpakken. Brede welvaart is eigenlijk een mandje met 11 factoren die meer meet dan alleen economie. Waar het denk ik om gaat, is dat we nu ook gaan kijken hoe gaan we erop sturen. Feit is, het is ongelijk. Maar we moeten ook tot meer collectieve oplossingen gaan komen. Ik denk dat structureel maatschappelijke organisaties en bedrijven en overheid samen het gaan doen. Ja, dus wel even onder positive note. Er is de afgelopen tijd in deze regio ontzettend veel gebeurd. Mooie nieuwe bedrijven zijn gestart die in ieder geval het idee van die nieuwe economie in zich dragen. Dat sociaal ondernemerschap, dat zou ik wel vanuit de bank wel verder willen ontwikkelen. Ik denk dat er in de samenleving heel erg veel positieve initiatieven zijn. Durven we out of the box te denken? Durven we te experimenteren? Durven we nieuwe mogelijkheden te onderzoeken? Zonder ruimte om te bewegen. Kun je niet dansen. Zonder ruimte geen gedeelde welvaart. Zonder ruimte niets moois.